Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft in het kader van het verbeteren van de dienstverlening van zijn ministerie werkbezoeken gebracht aan verschillende dorpen in het Boven-Suriname-gebied. Er is gesproken over onder andere de Algemene Kinderbijslag, AKB, de financiële ondersteuning aan mensen met een beperking, zwakke huishoudens en initiatieven ter verbetering van huisvesting. We zijn bezig met de betaling van een aantal sociale voorzieningen in het Boven-Suriname gebied. Daarnaast zijn we ook bezig met de registratie, herregistratie. In verband met de betaling van zwakke huishoudens, mensen met een beperking enzovoorts. In dat kader heb ik, ben ik vijf dagen in het gebied geweest en verschillende dorpen aangedaan, zodat ik zelf kan vernemen hoe het werk wordt gedaan door mijn ambtenaren. Wordt het gedaan naar tevredenheid van de burgers al daar? En bij voorkomende problemen samen met de werkers te kijken hoe die op te lossen. Dus dat was het kader, het kader waarbinnen ik in het Boven-Suriname gebied was. Welke zijn de knelpunten die geconstateerd zijn door u? Nou, een van de major dingen die wij moeten zien op te lossen is dat om te kunnen bepalen in welke categorie sociale voorziening iemand geplaatst moet worden, is het belangrijk dat we een duidelijke verklaring van de dokter hebben, zegt de specialist. Laat me een voorbeeld geven. Bij de betaling van de mens met een beperking, en u weet dat die voorziening is 325 SRD per maand, is het zo dat bepaalde beperkingen duidelijk zichtbaar zijn. Ik bedoel, als iemand de twee benen van iemand geamputeerd zijn, of als iemand kreupel is, iemand die blind is en zonder begeleiding niet kan lopen. Dat zijn zichtbare beperkingen. En de instructie aan de ambtenaren is dat bij zichtbare beperkingen dat er geen verklaring nodig is. Maar er zijn mensen die zeggen dat ze ziek zijn en zo zwak zijn dat ze niet kunnen werken, iets kunnen doen. Wij stellen ons op het standpunt dat ik ben geen dokter, yes, maar ambtenaren evenmin. Dat betekent dus dat wij die verklaring van de arts moeten hebben, die duidelijk aangeeft dat de persoon zodanig ziek is, dat hij of zij ook geplaatst kan worden in de categorie mens met een beperking. En we hebben verklaringen gezien waarmee de mensen komen die niet duidelijk genoeg zijn voor ons. Dus dat is een van de knelpunten. Die wij samen met een... ik heb al contact gemaakt met de leiding van de medische zending, want een aantal van die verklaringen worden door de medici van de medische zending afgegeven. De directeur heeft mij beloofd dat hij naar de zaak zal kijken. Verder is het zo dat natuurlijk, ik vond het mij dat alles maar wanna biggie money. Ja, want de voorziening die u krijgt voor zwakke huishoudens, de karing in tapse potima money, dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld de mens met een beperking. Maar wij wijzen de mensen ook erop dat nee, als u niet ziek bent, dan gaat u niet in aanmerking komen voor die andere voorziening. In sommige gebieden, sommige dorpen, is het zo dat er een informatieachterstand is. Dus dat betekent dat ik reeds het besluit heb genomen dat we zwaar voorlichting gaan geven in dat gebied, in de taal van de mensen. En dat we dus programma's gaan maken en sturen zijn lokale radiostations. MyV is een lokale radiostation dat het hele gebied bestrijdt. Dus we zullen gauw beginnen met een programma, zodat de mensen weten waarvoor kan ik terecht. Natuurlijk, on top of this missie is het zo dat we het besluit hebben genomen dat we een wijkkantoor van het ministerie gaan plaatsen op Atjoni. Het besluit was al genomen, maar we hebben het met de Gramang besproken nu ook, want ik had het al met de
met de DC besproken, met de volksvertegenwoordigende structuren. Maar nu heb ik het ook met de Graman besproken en die heeft zijn zegen voorgegeven. En voor eind van dit jaar gaan we ervoor zorgen dat we een sociale zakenkantoor daar hebben die het werk van het ministerie dichter bij de mensen kan brengen. Om welke dorpen gaat het concreet, minister, die u hebt bezocht? Ik ben geweest in Pekinslee. Pekinslee heb ik aangedaan in Asidon Hoppo. Ik ben gegaan naar Bendekondre. Verder zijn we gegaan naar Debo. We zijn gegaan naar Stohuku. Ik ben geweest in Kayana. Ik ben geweest in de Godowatra. Ik denk dat ik al bij al zo'n 10 tot 12 dorpen heb bezocht. Okay, en hoe hebben de plaatselijke bewoners gereageerd? Want dit is niet iets dat frequent of vaak is gebeurd in het verleden. U hebt dit initiatief genomen. Ik neem aan dat u ook in contact bent gekomen met de plaatselijke bewoners. Hoe vonden ze het bezoek van u? De mensen vonden het in woord gezegd geweldig. Je weet dat ik graag afkijk van mijn politiek leider Bouterse. Ja. En onze president wordt niet voor niemand al volkspresident genoemd, omdat hij echt een betrokken persoon is. Hij wil zijn bij de mensen. Hij slaapt met de mensen, eet, drinkt met de mensen, is bij de mensen. Waardoor hij ook de informatie vanuit de eerste hand kan vernemen. En dat is ook precies wat ik heb gedaan. En de mensen hebben het zeer op prijs gesteld. Dat Ugo, het was geen hit and run. Het was inderdaad blijven met de mensen, slapen tot laat in de avond. Nadat we meestal het formeel programma beëindigden, 7 uur, 8 uur in de avond. Maar daarna, dat was de Ondrabong, dat was Nyamatori Morovara. De mensen, het was heel goed, ook voor mij, zoals gezegd, de informatie te vernemen vanuit de eerste hand. En eigenlijk wilden de mensen niet dat ik terug moest gaan, maar natuurlijk, het was een hele geslaagde missie. Los van hetgeen u eerder hebt aangegeven over de bevindingen of de knelpunten, zijn er verwachtingen geuit vanuit de plaatselijke gemeenschap? Nou, in elk geval, kijk, wat ik steeds krijg als ik in het binnenland ga, is dat de mensen vragen, waarom betalen jullie die voorzieningen niet maandelijks? Want de voorzieningen in het binnenland, zoals die genoemd zijn, worden 1 keer in het jaar betaald. Ja. Nu ben ik bezig met de betaling van 2018. We zijn rijkelijk laat, want eigenlijk moest ik de betaling van 2018 in januari 2019 doen. Maar door allerlei omstandigheden, je weet, er was ook een wisseling van ministers, zijn we nu bezig met de betaling. Maar het probleem waarom wij niet maandelijks kunnen betalen, zijn de enorme kosten om het gebied te bereiken. De transportkosten, verblijfkosten zijn enorm. Als we maandelijks zouden betalen, zou eigenlijk de reis- en verblijfkosten van het team en van de teams zouden veel meer zijn dan het geld dat de mensen ontvangen, bij wijze van spreken. Dus het is niet te doen. Vandaar dat we het 1 keer in het jaar doen. Wanneer de mensen, en ik denk dat dat nog een paar jaren zal duren, allemaal aangesloten zijn bij onze bankinstellingen en een bankrekening hebben, dan kunnen we het maandelijks storten zoals we dat doen in onze kustvlakte. Er is een bank in een van de dorpen, Nieuw Aurora. Verder is er een bank op Achoni. Dus ik heb al aangegeven dat ik volgend jaar een pilot wil draaien om te kijken hoe dat gaat met de mensen die een bankrekening hebben. Om het dan maandelijks te storten. Zullen we piloten en kijken hoe we dat zo kunnen uitbreiden. Ook dat van Monikata zal worden bekeken. Laat me zeggen dat het mijn streven is om die voorzieningen van SOSAVO niet alleen dichter bij de mensen te brengen, maar ook dat het makkelijker wordt voor de mensen. Wat we hier bijvoorbeeld in Paramaribo hebben, dat van die hele lange rijen. We moeten af van dat ding. Dus we zijn nog bezig met de betaling, maar als we helemaal klaar zijn, dan zal ik evalueren met mijn team en dan zullen we het traject inzetten om ervoor te zorgen dat zij die een bankrekening hebben, dat we de zaak
zodanig organiseren dat de mensen de betaling van AKB en zo via de bank kunnen krijgen. Voor het achterland zal dat nog wat tijd in beslag nemen, maar het is wel in het streef dat we uiteindelijk kunnen daaraan komen. Dus dat is een van de dingen die de mensen steeds vragen en verwachten, ja. Maandelijks de betaling. Uiteraard is het zo dat de mensen ook gevraagd hebben, Nochara Moniko Solati minister, ik hier Uno, we de Dena film, want sinds januari kisa Moni was het, we leven nu september. Dus ik heb de voorzichtige verwachting uitgesproken, omdat het natuurlijk niet aan mij alleen ligt. Het is een regeringseffort, financiën is daarbij belangrijk. Maar ik heb de voorzichtige verwachting uitgesproken dat ik de eerstvolgende betalingen in februari wil doen. Januari, midden januari starten. En dan ben ik midden maart ongeveer klaar. En ik zal alles doen dat dat lukt, omdat als het niet lukt, dat betekent dat ik pas na mei, want ik begrijp dat tegen maart de verkiezingsdrukte in alle hevigheid zal losbarsten. Ja. En dan zal het heel moeilijk zijn om in die gebieden te gaan, om te gaan betalen, omdat de focus gewoon helemaal is op de verkiezingen. Dus ik wil februari, uiterlijk maart, wil ik klaar zijn met betalen. Wij zullen van onze kant alles klaarzetten. En we zullen het ministerie van Financiën vragen om ons te helpen dat we de betalingen kunnen doen voor de verkiezingen. Want als ik het niet doe, de reden waarom ik het wil doen, februari, maart, als ik maart niet haal, kan ik het niet meer doen. Dan is het pas na de verkiezingen en dan zijn we dan weer te laat.